een sprookjesfiguur die voor een rechtbank wordt gedaagd. In wat voor een wereld leven wij? Hoe wij een eeuwenoud kinderfeest om zeep dreigen te helpen. Hallo meneer, niet van die links af blijven. Van die links af blijven. Het gaat vooral om wat de figuur nu doet. Hoe kan het Zwarte Piet figuur wat jullie nu aanhangen 4000 jaar oud zijn? Want waar komt Roet vandaan? Uit het vuur. Ja, en hoe komen jullie aan vuur? Dat was het toen al. Ja, oké, klopt. Maar dat sminken van Zwarte Piet en hoe hij wordt afgebeeld, dat kan niet van 4000 jaar geleden zijn. Omdat 4000 jaar geleden hadden jullie niet die beschikking over outfits, niet beschikking over goud, omdat jullie in grotten leefden. Je bent dus niet alleen een leugenaar, je bent ook een geschiedenisvervalser. Oh, ik ben een leugenaar. Je bent een geschiedenisvervalser, dat is wat ik je zeg. Je vervalst de geschiedenis. Want als je je bronnen erop na gaat houden en je gaat kijken naar de oorsprong van het Sint-Nicolaasfeest, en dan kan je heel ver terugkomen, maar je komt op een gegeven moment, stopt het. 4000 jaar geleden waren er geen zwarte pieten. 4000 jaar geleden sminkten mensen zich niet zwart. Ja, wat jij doet is, jij bent niet in staat door je eurocentrisme en kolonialistisch denkpatroon, ben jij niet in staat om de informatie die ik jou geef, die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten, die vastgesteld zijn, die kun jij niet decoderen, omdat jij kampt met eurocentrisme. Dus alleen een witte wetenschapper kan in jouw hoofd, kan deze informatie aan jou bevestigen. En ik zeg jou, dat is een vorm van kolonialisme en een gevolg van eurocentrisme, omdat we opgroeien in een racistisch systeem wat stelselmatig privileges erkent aan de dominante witte superieure bevolkingsgroep en deze ontkent aan etnische minderheidsgroepen. Net als in Nederland wordt het Sinterklaasfeest in België ieder jaar groots gevierd. Zwarte Piet, het is een sympathiek personage. Als je er dan toch een Afrikaan in zou willen zien, Zwarte Piet is in Vlaanderen een positieve figuur. Je zou kunnen zeggen, Sinterklaas en Zwarte Piet als duo klagen juist het racisme aan. Ja, dit is een verwarde, verstrooide oude grijsaard. Wie drijft nou de spot met wie? Ja. Wie is nou de echte machthebber? Wie heeft nou echt de touwtjes in handen? Wie bestuurt wie? Daarom vind ik het Don Quixote verhaal heel vergelijkbaar met het verhaal van Sinterklaas en de Pieten. Waarbij de Pieten ook constant de macht bevragen en de spot drijven en het Sinterklaas bemoeilijken. Ja. Alles komt altijd vanzelf weer goed. Ja, zo is het toch. Sinterklaas, dan heb ik toch namens alle kinderen hier op het plein wel één vraag. No. Hoe komt alles dan vanzelf weer goed? Het is een marktbalans. Die dingen zijn er niet bij, also die engelen. Also dat heißt, es gibt ja noch die vrouwen, die begeleid. Ja, dat mag niet. Ik ben zelf eigenlijk een dwaze clown die dwaze is ook. En Zwart Piet is ook zo. Die traditie is al veel ouder dan de slavernij. Dus er wordt allerlei onzin gebezigd in allerlei media op dit moment. Waarvan ik denk van ja jongens, kijk nou even naar de feiten. Doe nou niet al te grote uitspraken. Heb je al verkeering of niet? Maar dat krijg je wel op die manier. Wat zegt het over de volksaard van de Nederlanders? Ja. Je kan zo met principes bezig zijn dat het leven aan je voorbij gaat.